Ik verzoek de griffierde getuigen binnen te leiden. Goedemiddag, ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Kemperman. Goedemiddag, meneer Kemperman. Goedemiddag. En welkom namens onze hele parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Wij doen onderzoek naar opzet en werking van het stelsel van woningcoöperaties. En daartoe behoren ook incidenten die daar hebben plaatsgevonden. En de commissie onderzoekt wat daar is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren en ook wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Vandaag concentreren we ons op onder andere op de casus Rentree. En in dat kader, meneer Kemperman, wordt u gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft er zelf voor gekozen om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Ik verzoek u even te gaan staan en mij na te zeggen. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder ede. Neemt u plaats, meneer Kemperman. Ja. Dank u wel. Verzoek u de microfoon aan te laten staan? Ja. Ja. Misschien kan die ietsje hoger dan... Ja, ja, zo. Ja, ja beter dank zo. U. Ja. Okay. Wij gaan gewoon beginnen. En verschillende commissieleden hebben vragen aan u. Ik geef eerst het woord aan collega Oskam. Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, fijn dat u er bent, meneer Kemperman. U was in 2008 en 2009 lid van de Raad van Toezicht van de woningcorporatie Rentree in Deventer. De heer Teube, die wij vanochtend hebben gehoord, die was toen directeur-bestuurder. En nou ja, er is daar van alles gebeurd. In oktober 2009 heeft de Raad van Toezicht, en u was toen voorzitter van die Raad van Toezicht, besloten om de heer Teube te schorsen. En nou ja, we willen eigenlijk weten wat daar nou achter zit en wat er is misgegaan bij projecten als de Amstellaan en Schalkhaar. Dus ja. Daar gaan we met name over praten, maar ook wel over de interactie tussen de Raad van Toezicht en de directeur. De eerste vraag is eigenlijk, heeft u het verhoor van de heer Teube gevolgd vanochtend? Nee, heb ik niet gedaan. Nee. Dat is op zich geen probleem, is misschien ook goed. Maar ja. Wij zullen u toch met een aantal uitspraken van de heer Teube confronteren. Dat is geen punt. En met het verzoek om daar even op te reageren. Nou, we beginnen even bij het begin. Januari 2008 bent u aangenomen, begint u als lid van de Raad van Toezicht. En wat was nou precies uw portefeuille? Wat was uw expertise? Waarom hadden ze u gekozen? Mijn portefeuille was financiën. Ja. De bedrijfsvoering, financiën van de corporatie. Ja. En u had ook die portefeuille? Ja. En zat kwaliteiten qua in de auditcommissie? Dat klopt, denk ik. Ja. Okay. Ja. Goed. Wat was uw eerste indruk van Rentree? Hoe zou u Rentree typeren als woningcorporatie? Dat was een hele innovatieve corporatie met een hele complexe bedrijfsvoering, een kerstboom aan verschillende vennootschappen waar alle activiteiten in waren ondergebracht. Ja. En enorme ambitie. En dat uitte zich zowel in de projectontwikkeling als in de manier waarop de corporatie zich manifesteerde in de sector. Ja, dat was spannend. Er waren grootse plannen. Ja. En wat vond u van die structuur? Had dat voordelen, had dat nadelen? Ja. Liep dat door elkaar heen? Hoe keken we daar tegenaan? Nou, de kerstboom die ik net noemde, dan duidde ik op een kerstboom aan verschillende vennootschappen waar die activiteiten in waren ondergebracht. En die vond ik eigenlijk te omvangrijk voor een corporatie van deze schaalgrootte. Hoeveel waren er van die BV's? Een stuk of acht.
Ja. Ik zou ze moeten tellen, maar ik weet nog dat we de eerste jaarrekeningen zagen. En dan was het echt puzzelen voor de deskundigen al om daar de cijfers bij elkaar te kunnen krijgen. Nou, ik moet u zeggen dat u dichter in de buurt komt dan de heer Teubert. Het zijn er 11, maar ja, hij wist het niet. Maar u er zijn er later voorbij. Ook nog een paar opgedoken waar we waarschijnlijk niet van wisten. Dus dat, u heeft wel iets gezegd over het organisatiemodel, maar als je kijkt naar een woningcorporatie, dan zou je natuurlijk ook iets kunnen zeggen over de ambities of de visie en de doelstellingen die zo'n corporatie heeft. Waar stuit u op in 2008? Nou, er lag een enorm plan om de Amstelaan, een doorgaande weg dwars door Deventer, waar aan de andere kant van het centrum het bezit lag van Rantree, de Rivierenwijk, om die te overkluizen en eigenlijk helemaal te overbouwen, overkluizen, dus een overkapping te maken, te verdiepen en daar dan een enorm plan op te ontwikkelen. Dat was wel het enorme project wat daar speelde. En daarnaast waren er nog talloze grondposities en ambities om andere projecten te doen. Ja. En wat vond u daarvan? Is dat des woningcorporaties? Nee, dat is... het was toen nog niet zo expliciet verboden of niet toegestaan. Nu zou dat absoluut niet meer kunnen. Maar je zag toen al dat met name de politiek, Ebert van der Laan, een verenging van de taak van woningcorporaties per brief aankondigde. En haaks daarop, of dwars daarop, stond de ontwikkeling die Rantree inging met een infrastructuurproject wat denk ik ook niet past bij een corporatie. Nee. Ze zijn ook complex en ingewikkeld genoeg, infrastructuurprojecten. Sommige corporaties vergalopperen zich aan een boot en de andere wellicht aan een infraproject. Dan gaat het mis. Dus dat was te groot, te risicovol en niet des corporaties. Nou, we gaan daar dadelijk wat meer op inzoomen. Nog even over die organisatie. Ik vroeg aan Teube van, weet u hoeveel BV's er waren? Nou, dat wist hij niet. Maar hij zei wel van, dit idee wat ik bedacht heb, dat geeft juist meer transparantie. Voor de bewoners, voor het personeel, voor mezelf en ook voor de Raad van Toezicht. Nee. Nou ja. Wat ik net al zei, een corporatie aan zich heeft al een complexe bedrijfsvoering met verschillende waarderingsstelsels. Het is voor de verslaglegging is het al ingewikkeld genoeg. Daar kunnen we genoeg dossiers voor openslaan waar dat uit blijkt. En als je dan ook nog een corporatie hebt met zoveel vennootschappen, waar de ene een stukje van het bezit in stopt en de andere weer een ontwikkeling en daar weer een plan of een ambitie, dan is de kerstboom onoverzichtelijk en zeker niet transparant. En ik heb daar ook toen al direct vragen over gesteld, met name de competentie van van de bedrijfsvoering, de controller, het financiële systeem, de geautomatiseerde systemen die daar spelen, die moesten dat wel aankunnen. En mijn indruk was dat dat niet lukte. En dat was dan telkens, dat is werk in uitvoering. We zijn aan het verbeteren en het wordt straks wel goed. Ja, want u zei al, het zijn natuurlijk meerdere jaarrekeningen die Raad van Toezicht dan moet bekijken en goed moet keuren. Kan je dan, als je zoveel verschillende... ik zal zo even die kamers opnoemen, dat is wel interessant. Ja. Want vanochtend leek het alsof er een verhuurafdeling was en een onderhoudsafdeling. Ik noem ze toch even. Het is wel aardig om voor Nederland om eens te kijken van wat er nou speelt. Dat was de personeelskamer BV, de voorkamer BV, de werkkamer BV, de woonwinkel BV, de buurtkamer BV, de voorraadkamer BV, Rantree en Suite holding BV, resultatenrekening enkelvoudig en geconsolideerd BV, Rantree Vereniging van Eigenarenbeheer BV, Rantree Holding BV en de woningstichting Rantree. Het zijn er totaal 11. Ik ben het spoorbijster. U? Ja, ik ook. En dat heb ik toen ook medegedeeld, dat de corporatie niet competent genoeg was om een dergelijke structuur op na te houden. En qua transparantie en toezicht totaal ondeugelijk was. En daar kwam nog bij dat er op een gegeven moment een historisch pand moest worden aangekocht. Die zou dan in de porseleinkamer BV worden geplaatst, een nieuw opgericht. Ja. Het lijkt een beetje op hobbyisme. Het punt is dat ook de bedrijfslasten daardoor toenamen bij Rantree. Hoe keek u daar tegenaan? Heeft u daar nog u in verdiept? Ja, er waren een aantal indicatoren die direct opvielen. Dat is de continu stijgende bedrijfslasten, eigenlijk structureel stijgende bedrijfslasten. Het personeelsverloop. Dat zijn toch indicatoren die duiden op een organisatie die niet echt in controle is en die niet met al deze ambities die we op dat moment geen eens allemaal inzichtelijk hadden en konden overzien, want er zijn nog ambities boven tafel gekomen pas later na de schorsing. Ja. Daar maakten we ons ernstig zorgen over. U heeft al ongeveer 2 jaar gezeten. In de tussentijd bent u van financiële man
Ook voorzitter van de Raad van Toezicht geworden. Ja. Hoe kijkt u terug op die Raad van Toezicht? Hoe functioneerden ze? En waren alle competenties aan boord die je eigenlijk in zo'n Raad van Toezicht zou moeten hebben? Ik denk op zich dat als je de profielen naast elkaar zou leggen, de cv's van de leden, dat je dan gewoon een keurige raad zou hebben. Het probleem is dat het slecht of niet goed functioneerde, omdat je nieuwe leden krijgt. Die moeten zich... comfortabel voelen, die moeten zich inwerken, die moeten je veilig voelen. De materie is complex. En je hebt natuurlijk niet elke week dat je bij elkaar zit. Je hebt een aantal momenten in het jaar waarop je aan de hand van stukken en aan de hand van besluiten met elkaar in debat gaat of in conclaaf gaat. Ja, dat was ongeveer 6 keer per jaar. Ja. En was er in de tussentijd nog wel onderling contact tussen de leden? Ja, er is rondom de commissies natuurlijk wel dan voor contact. Hè. De commissies vergaderen voor als er bijvoorbeeld een verantwoordingsstuk, zoals een begroting of een jaarrekening behandeld moet worden. Ja. En dan komt bijvoorbeeld de auditcommissie bij elkaar. Nou, dus dat heb je ook met de remuneratiecommissie bijvoorbeeld. Ja. Dus die commissies hebben dan wat frequenter contact. En doen het voorwerk voor de Raad van Commissarissen die dan besluiten moet nemen. Ja. En natuurlijk toen het in een stroomversnelling kwam qua problemen, hebben we een paar keer extra vergaderd. En hebben we toch heel intensief contact met de leden van de Raad gehad. Ja. Nou zien we natuurlijk vaak dat, en dat is in het normale bedrijfsleven ook zo, dat voorzitters van raden van toezicht vaak sparren met de directeur. U bent zelf voorzitter geweest. Is dat nog gebeurd? Ik ben kort voorzitter geweest. En het is eigenlijk in de meest, laten we zeggen, turbulente periode vanaf het moment, kort voor de schorsing, tot het moment dat we als raad gevraagd hebben aan het ministerie om ons, laten we zeggen, onder toezicht te laten stellen. En weet u of uw voorganger, de voorzitter, zeg maar, of die regelmatig contact had met de heer Teube om te sparren over wat er gebeurde in het bedrijf? Ja, in ieder geval rondom, laten we dat formele, zeg maar, verplichte momenten. Je moet ook een beoordeling doen van de bestuurder. Nou, er is dan twee leden van de raad gaan dan met bestuurder, directeur-bestuurder in gesprek. Dat is wel gebeurd. Voor mijn periode weet ik het niet, maar er was niet heel erg intensief contact, heb ik het idee. Nee. Want wat wij wel zien bij bedrijven is dat de voorzitter van de Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen één keer in de week met de directeur praat over wat er in die week gebeurt. Ja. En wat er moet gaan gebeuren. En ook wat je dus uiteindelijk gaat doornemen met die Raad van Toezicht. Ja. Maar dat gebeurde niet. Ik weet niet wat er buiten mijn gezichtsveld gebeurt, maar ik had niet de indruk dat intensieve contact er was. Nee. En het werd in ieder geval niet op die manier teruggekoppeld door uw voorganger? Nee. Dan even de verstandhouding tussen de leden van de Raad van Toezicht en de directeur. Hoe was die, volgens u? Ik vond zeker in het begin de heer Teube een interessante man met een ongelooflijke visie en een drive. Enorme feitenkennis. Ja. Hij kende zijn dossiers. En had vanuit die kennis en vanuit die positie, ik noem het toch miskenning naar zijn leden van zijn Raad van Toezicht. Hij was de baas als het ging om inhoudelijke kwesties en om volkshuisvestelijke dossiers. Dat beheerst hij uitstekend. En ik proefde daar toch een stukje miskenning in. Wat moet je nou een raad geven? Hoe proactief ben je daarin? Hoe open en transparant wil je en kun je zijn naar je leden van je raad? Ja, dat zette de verhouding natuurlijk op den duur behoorlijk op scherp. Zeker toen grote beslissingen naderbij kwamen. En nog groter en belangrijker bleken dan dat we in eerste instantie wellicht dachten. En bedoel ik met name op de herfinanciering voor het project Amstel aan mogelijk te maken. Ja. Dan wordt het spannend. Vanochtend heeft hij gezegd, ik was heel transparant naar mijn Raad van Toezicht. En over het etiket wat hij op die Raad van Toezicht zou willen plakken, heeft hij gezegd, het was niet de sparringspartner waarop ik had gehoopt. Ja, ja. Ja, dat is op zich een bijzondere uitspraak, omdat hij mede in de selectiecommissie heeft gezeten als adviseur weliswaar, die onder andere mij en nog twee leden van de raad in begin 2008 heeft aangesteld. Dus dat in de werking dan die sparringpartnerrol onvoldoende tot uiting komt. Ja. Ik heb zelf in ieder geval voldoende pogingen gedaan om... kritisch te zijn, ook vanuit de auditcommissie, op besluiten, op stukken, op begrotingen, op jaarrekeningen. Ja. En dat werd dan toch ook wel afgehouden. Ja. Ja. Ik heb zelfs voorgesteld om rondom grond Schalkhaar, die destijds al gekocht was voordat ik kwam,
Nou, ik stelde daar vragen over. Ik vond het toch wel een bijzondere aankoop. Hij stond ook nauwelijks echt zichtbaar in de verantwoordingsstukken. En daar heb ik nog mailwisseling over waar vrij vertaald. Als ik het nu teruglees, zou je kunnen lezen, bemoei je er niet mee. He, weliswaar heel netjes, maar moest vooral niet op de stoel gaan zitten van de bestuurder. Dat was de boodschap. En afstand houden. En als je het nu leest met de kennis van nu en wat er allemaal gepasseerd is sindsdien. Ja. Dan lees je, joh, leuk, maar bemoei je er niet mee. Nou kan je natuurlijk van een lid van de Raad van Toezicht vragen dat hij ook zich actief opstelt. Dat heeft u ook wel gedaan. Uh-huh. U heeft zelf, toen u twijfelde over de financiële gang van zaken, contact opgenomen met het Waarborgfonds. Maar er is ook een andere kant, namelijk dat de bestuurder ook wel in de keuken laat kijken. En de vraag is of de Raad van Toezicht voldoende werd geïnformeerd door de bestuurder. Dus kreeg u eigenlijk alle informatie tijdig, volledig? Was die transparantie, zoals de heer Teub dat zei, was die er? En kunt u, als dat niet zo is, kunt u dan voorbeelden geven waar u achter bent gekomen later, waarvan u denkt van, nou ja, dat is helemaal niet zo. Ja, het zijn legio voorbeelden, maar ik zal er een paar uitlichten. Een voorbeeld was de begroting van 2009. Nou, die komt zo'n beetje na de zomer op gang en dan gaat zo'n corporatie, die gaat ermee aan de slag en die presenteert hem in de... Dat is de oktobervergadering, verschilt een beetje qua kalender, maar aan de Raad van Toezicht. We hebben die in de auditcommissie ook behandeld en wij waren uitermate kritisch over. Met name rondom een grote black box, echt een stuk waar het om ging, dat is namelijk die projectenportefeuille. Die stond er, vond ik, onvoldoende volledig en onvoldoende duidelijk in, terwijl dat, kijk, zo'n corporatie gaat niet omvallen aan de huurverhoging of aan... een woning meer of minder verhuren of verkopen, maar wel aan dat soort enorme ambities. Als je kijkt hoe materieel in financiële zin dat is en hoe risicovol. Dus ik wilde daar zeker ook veel meer informatie over hebben. Nou, we hebben die begroting beoordeeld in de auditcommissie en we hebben uiteindelijk aan de Raad gezegd van, hij is onvoldoende. Juist dit soort informatie ontbreekt daar, terwijl we op het punt staan om een compleet deel van het bezit uit te laten zakken, zodat we het anders konden financieren. Allemaal technisch ingewikkelde constructies om meer geld vrij te spelen. Dus die begroting hebben we niet goedgekeurd, ook advies aan de Raad gegeven dat niet te doen. Maar dan nader je 31 december en dan heeft de directeur-bestuurder toch een mandaat nodig om, laten we zeggen, de huur en de salarissen te kunnen betalen en de potlood en de gummen te kunnen kopen. Dus we hebben een werkbegroting toen goedgekeurd en gevraagd of er een terzakenkundig accountant als adviseur van de Raad naar die begroting kon kijken, met name naar die projectenportefeuille en de parameters die daar in doorgerekend waren. Nou, ik kan u in ieder geval zeggen dat de accountant die opdracht heeft uitgevoerd, later verklaard heeft, dat hij niet het oorspronkelijke stuk, de begroting, heeft ontvangen, zoals destijds door de auditcommissie onvolledig en onvoldoende werd geacht. Maar die heeft een soort van gerepareerd stuk gekregen, waarvan hij alleen maar kon constateren, dat is op zich wel goed. Ja, totdat we ze naast elkaar gingen leggen. En toen zeiden we, maar dit is zo'n voorbeeld van, wel een hele belangrijke, want toen was natuurlijk voor mij wel duidelijk dat er echt iets niet klopt. Ja. Ik wil er graag nog even dadelijk op doorgaan, maar even nog een ander punt wat nog eens even blijven liggen. De Raad van Toezicht geeft natuurlijk advies. En het, soms staat het in de wet en soms is het duidelijk bij de begroting dat de Raad toestemming moet geven. Maar in die meeste functieomschrijvingen staat er ook vaak van het gevraagd en ongevraagd advies geven. Ja. Nou, ik gaf net al een voorbeeld met Schalkhaar dat u zei van, ik maak me daar zorgen over. Ik ben eigenlijk uit mezelf al, heb ik mijn vinger opgestoken. En toen was de boodschap eigenlijk, bemoei je er niet mee. Zijn er nog andere voorbeelden waarvan de Raad zelf met het initiatief nam om zeg maar advies te geven aan de directeur dat het in de wind werd geslagen? Ik kan voorbeelden vanuit mezelf geven dat ik met name rondom het infraproject Amstellaan, waar ook mijn expertise ligt, toch ook meer had willen inbrengen. Maar dat werd afgehouden. Tot zelfs zodanig dat ik ook op persoonlijke sfeer een keer tegen de heer Teup heb gezegd, en het gaat dan, Rini, waarom klikt het niet tussen ons? Nee. Ik probeer dichterbij te komen, ik heb expertise, gebruik het, benut het. Maar dat werd, hij keek me aan met ogen van ijs of staal, zoals u, en een verkrampt spanningsveld. En hij zei, is niks, helemaal niks. Maar er gebeurde ook niks. Weet je? En toen was het eigenlijk het tij al aan het keren in die verstandhouding tussen de leden van de Raad en de directeur-bestuurder. En was dat alleen met u of was het ook met andere leden van de Raad? Ik denk dat ik daar wel in voorop liep.
In het botsen met sowieso de ambities en de visie van Rini Teuben. Ja. En ook omdat ik dat telkens via de inhoud, hè, dus ofwel een begroting, ofwel een jaarrekening, ofwel een investeringsstuk, moest spelen eigenlijk. En daar verschilden we geregeld van mening. Ja. Ja. Ik ben eigenlijk een beetje op zoek hoe ik dat nou moet plaatsen, zo'n reactie van die directeur. Want ik denk dat het pijn doet, hè, als u zegt van, nou ja, waarom klikt het niet? Dan moet je toch bij jezelf te raden gaan. Is het dan cool, keel, zakelijke reactie? Of is het een soort autistisch gedrag? U kent hem beter dan wij, dus hoe plaatst u dat? Je hoeft om goed samen te kunnen werken aan zich geen vrienden te zijn. Ja. Je kunt ook nog prima met een wat kille zakelijke verhouding kun je goede besluiten nemen en ieder zijn rol goed invullen. Maar als de spanning erop komt en als wij vergaderen als raad telkens een half uur met elkaar voordat we de plenaire vergadering met de directeur-bestuurder starten. Nou, daar zat spanning op. Dat werd zichtbaar en voelbaar niet gewaardeerd. De antwoorden werden korter. Het ging gewoon niet goed. En dat kon iedereen aanvoelen. We hebben zelfs voor de zomer 2009 daar nog een keer extra aandacht aan besteed. Ja. En toen hebben we als raad besloten om dat over de zomer heen te tillen. Omdat zeker de verhouding tussen mij en Teuben uit de maat op scherp kwamen te staan. Ja. En daarvoor was het al dat akkefietje gebeurd van die begroting waarvan ik wist dat in mijn ogen, en dat is later ook wel aangetoond, verkeerde informatie aan de accountant verstrekt was. Ja, dan gaat het echt de verkeerde kant op. Want hoe vond hij dat u voorzitter was geworden? Ja, na de schorsing kunt u in alle media zo'n beetje terugvinden dat ik de voorzitter van één maand door hem wordt genoemd. Ja. Daar spreekt volgens mij niet echt een bijzondere warmte of waardering uit. Maar goed, ik heb dat. Ik was ook inderdaad mijn voorzitter van, laten we zeggen, oktober tot half november. Ja. Goed, we hebben die verslagen van de Raad van Toezicht in de loop der jaren er eens op nageslagen. En we zien voor uw periode de heer Dreimüller toch wel heel kritisch reageren. Maar die is op een gegeven moment zich erbij neergelegd, is opgestapt. U was ook wel een criticaster van het bestuur. En uiteindelijk zat u zodanig met die zorgen dat u ook wel in de media daarmee bent verschenen. Welke signalen zag u nou, andere dan dat u al hier heeft genoemd, over Schalkhaar en over Amsterdam? Nou, wat ik over dat in de media verschijnen, ik heb ten tijde van, laten we zeggen, toen het speelde van de schorsing van Rini Teuben tot zijn ontslag, heb ik me nadrukkelijk buiten de media gehouden, ja. Omdat ik van mening was dat dat een arbeidsgeschil was tussen werkgever, zijnde de RVT, Raad van Toezicht, en een werknemer, de directeur-bestuurder. En dat vind je niet uit in de media, vond ik. Ik heb later één interview gegeven aan, ik dacht, de Stentor. Dat was ook gelijk het laatste, want ik vond het vrij ongenuanceerd wat eruit kwam. En aan de andere kant wilde de heer Teuben nog wel eens wat olie op het vuur gooien. Bijna dagelijks kon ik in de media verschijnen. Ja. Ik heb me later, toen de rentrée afgesloten was voor mij, heb ik me wel met Alder Dreimüller een artikel gewijd, geloof ik het Financieel Dagblad, waarin we ons kritisch uitlaten over toezicht in de volkshuisvesting. Ja. Maar waren er nog, mijn vraag was meer geënt op die zorgen. Waren er ook nog andere zorgen dan dat u net heeft genoemd, die nog niet besproken zijn? Met betrekking tot rentree? Ja. De grootste zorg was die projectenportefeuille. We kregen daar geen zicht op. Ik heb daar vanaf vrij vroeg in mijn periode bij rentree als toezichthouder heb ik daar om gevraagd. Ik kreeg een pas, het totaal overzicht, op de dag van de schorsing. Moet ik eigenlijk anders zeggen, op de dag dat wij aan het personeel vertelden, aan het managementteam, dat wij de heer Teuben geschorst hadden als Raad van Toezicht. Toen liep de controller en een van zijn mensen, die zei, maar is dat dan het probleem? Loop even mee. En toen kregen we een lijst. Een lijst waar ik misschien wel al een jaar om aan het zeuren was. Ja. En daaruit bleek dat de ambities nog veel groter waren. En eigenlijk onevenredig groot voor de schaalgrootte en de draagkracht van een corporatie als rentree. Ja, want als u die lijst nou eerder had gekregen, wat dan? Ik denk de simpele vraag was geweest, hoe gaan we dit betalen en hoe gaan we dit organiseren? En daar was allebei denk ik een onbevredigend antwoord op. Ja. Gekomen, in ieder geval voor mij. Dan had u eerder kunnen ingrijpen. En dan hadden we wellicht eerder kunnen ingrijpen. Ja. Okay. Nou ja, u was degene die het benoemde, hè, zou ik maar zeggen, binnen die Raad van Toezicht. Die anderen die zaten er al wat langer, behalve dan degene met wie u bent benoemd. Ja. Hoe reageerden die op die kritiek? Waren ze het er mee eens of dachten ze, nou ja, ik wil het niet invullen, dus u moet maar zelf zeggen hoe. Ja. Nee, het heeft.
voor mij lang, te lang geduurd voordat ik de overige leden van de Raad van Toezicht meekreeg. En toen dat eenmaal wel zo was, hebben met name Beatrix van Emmerik, de voorzitter voor lange tijd waar ik het stokje voor de maand heb overgenomen, heeft zich enorm ingezet, ook helemaal van herwaarde. Maar het heeft lang geduurd voordat, wat ook aan tafel gezegd werd, de hobby van Erik, namelijk zeuren over financiële stukken en jaarrekeningen en begrotingen. Dat kun je op twee manieren uitleggen, maar ja, het voelde niet altijd even plezierig. Leidde tot het besef bij de voltallige raad van ja, nu is er echt iets wat niet klopt en hier moeten we toch wel wat mee doen. En ja, toen dat besef er eenmaal was en we tot een schorsing hadden besloten, toen heeft de raad zich wel ingezet, ja. Ja, maar dat heeft enige tijd geduurd en toen die ombezwaar kwam, toen gingen ze ook door. Juist, ja. Okay. Was voor Teube ook even schrikken dat ineens Kemperman in zijn raad van toezicht zat? Want hij was er wel bij betrokken, maar u was misschien toch wel heel kritisch. En hoe vond hij dat? Nou, dat in het begin een houding van het is wel goed. En ik moet ook zeggen dat ik ook daar ook vertrouwen in had dat het wel goed zat vanwege de enorme kennis en het vakmanschap en de visie en ambitie. Maar dan zie je toch aan de stukken en de feiten die voorbij komen dat je daar steeds meer aan begint te twijfelen en de risico's in. Nou, die werden afgehouden en miskend. En, ja, en als je daar dan op door blijft prikken en op door blijft duwen op die zere plek, ja, dan wordt het op de duur wordt het er niet gezelliger op. Dus, nee. Ja. We hebben natuurlijk Teube ook gevraagd naar die risico's die door jullie gesignaleerd zijn. En toen zeiden het kwam een beetje door de tijd. De macro-economische omstandigheden die waren niet zo gunstig. En daardoor liep het een beetje spaak. Ja. Wat vindt u daarvan? Dat is te kort door de bocht en te gemakkelijk. Als je projecten gaat doen die... ik vergelijk het wel eens met een slang die een ei eet. Nou, dan zie je dat ei door dat slangenhals omlaag zakken. Je krijgt het er bijna benauwd van. Nou, dat gevoel kreeg je bij de entree ook. De ambities, de financiële risico's, de impact in verhouding tot de normale bedrijfsvoering. Maar ook de competentie van de organisatie. Dat klopte allemaal niet. Nee. En ja, dan kun je zeggen, ja, het is het macro-economisch tij, wat is niet waar. De politiek was zelf ook al van mening dat dat niet meer kon voor corporaties. En met name vanuit Den Haag zette Van der Laan een volledig ander beleid in. En dat bleek ook, dat de behoorlijke discussie liep met het Waarborgfonds over hoe we dit zouden kunnen gaan financieren. En, Maar dat was een strakker beleid, hè, bij Van der Laan. Het was meer schoenmaker, hou je bij je lezen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou, met uw geheugen is niks mis, want het artikel wat u heeft gemaakt met Drijmuller, dat stond inderdaad in het Financieel Blad. Dat wist ik nog wel, ja. Ja, 2011, ja, dat was ook wel te makkelijk. Ja. En toen heeft u zelf gezegd, ik was wel een beetje een doordrammer. Ik ging er wel tegen in. En uiteindelijk heb ik de rest van de raad meegekregen. Nou, u heeft dat net wel uitgelegd. Kunt u nog eens even concreet aangeven op welke punten u nou echt... Bleef duwen. Ja. Een mijlpaal of zo'n moment was die begroting 2009. Ik vind dat als je erachter komt dat je een second opinion vraagt, wat ik u net heb uitgelegd aan de zakenkundige accountant, werd dat proces getraineerd, vond ik zelf. Stukken waren er niet, mensen konden geen afspraak maken. En, nou, uiteindelijk komt er dan een stuk wat beoordeeld moet worden. En er staan dan andere informatie in als waar wij kritisch op waren. Ik vind dat uitermate serieuze signalen van in de verhouding tussen een directeur-bestuurder. Dat is killing eigenlijk, toch, in de relatie tussen... Ik vind dat dat al een breekpunt had moeten zijn op dat moment voor de voltallige raad. Ja. Nou goed, dat is het niet geweest. En uiteindelijk is de jaarrekening 2008, die in mei 2009 eigenlijk goedgekeurd moest worden. En vastgesteld moest worden door de accountant met een goedkeurende verklaring. En de directeur-bestuurder en dan de raad van toezicht die zou moeten vaststellen. Ja, dat was ook zo'n discussie die als een hamerstuk op de agenda stond. Laten we over 10 minuten. De accountant had de verklaring getekend op tafel liggen. De directeur-bestuurder zat daar met zijn controle. We hebben daar uren over geruzied op enig moment. En dat werd een platte vaktechnische discussie van dat het gewoon volgens mij niet deugde. En dat de accountant en Teube zeiden van het is werk in uitvoering, het wordt allemaal beter. En dat aan de vooravond van het zetten van een handtekening op voor een miljoenenproject als de Amstelaan. Maar ook vond ik de competenties niet voor in huis waren. Ja. En hadden wel een projectmanager ingehuurd, maar dan kun je nog geen infraprojecten doen. Precies. En jullie zagen elkaar 2 maanden later weer. Ja. Ja. Wat deed het nou met u zelf? Want u reed dan 1 keer in de 2 maanden, want u woonde niet in Deventer, hè?
reed u daar naartoe? Ja. En dan ging u drammen en dan zei die raad van commissarissen, nou ja, het komt allemaal wel goed. En Teuben zei werk in uitvoering en de accountant zei werk in uitvoering. Ja. Wat deed dat nou met u? Met wat gevoel ging u nou weer naar huis? Ik ging, sowieso was het vechten, strijden. Het was constant debatteren over feiten, over interpretatie van waarderingen, van risico's. En dan voel je op een moment toch wel alleen. Dat is geïsoleerd. Hè? Als je als de raad niet op een moment voltallig achter je staat, dan was het voor een bepaalde periode was het wel een eenzame strijd. Het kost veel energie. En dan ga je naar huis en dan, dan zit dat in je lijf. Het heeft me ook geen. Het is ook geen plezierige periode geweest. Ik heb geregeld tot nog een paar uurtjes na de vergadering naar het plafond liggen turen van wat zie ik nou verkeerd? Waarom zou je het anders kunnen zien? Waar zit mijn twijfel? Ook om er gewoon goed over na te denken. Daar heb ik ook wel ook weer anderen in vertrouwen over geraadpleegd. Van, zie ik het nou verkeerd? Want het is toch, je bent toch als eenling met een soort van donker shotstrijd bezig. Ja, zo voelde dat. Ja. Nou, u introduceerde zelf wel even de accountant. U was niet tevreden over die accountant. Kunt u dat eens toelichten? Ja. Allereerst het kritisch vermogen. Ik vind dat je ook juist van een accountant mag verwachten dat hij niet alleen de klassieke jaarrekening al dan niet goedkeurt. Dat getrouwe beeld van, die zinnen kennen we. Maar dat hij ook al met zijn kennis en kunde van de sector en van de organisatie ook tegenwicht biedt. Het is ook een vakman met een mening. Ja. Het werd te makkelijk en te vaak afgedaan met dat is werk en uitvoering. Als je de management letters, de adviezen die in zo'n beetje november, zo'n beetje bij de, wat je dan heet, de interim controle van de accountant, die komt dan de jaarrekening controleren, maar in november daarvoor komt hij ook nog eens een keer naar wat andere dossiers kijken en wat gerichtere controles doen. Nou, als je die management letters, die adviezen naast elkaar legt, dan zie je eigenlijk gewoon hetzelfde verhaal. Ja, het is nog niet goed, het is nog niet op orde, maar het komt beter en het komt goed en werk en uitvoering. Dus die accountant zou eigenlijk proactiever moeten meedenken en mee moeten praten? Nou, hij heeft tenslotte de kennis van juist zo'n complexe bedrijfsvoering. Het is de vakman en in die zin ook een belangrijk adviseur voor de Raad van Toezicht. Ja. Daar moet je ook op kunnen vertrouwen. Precies. Want even voor mijn begrip, de Raad van Toezicht is degene die opdracht geeft aan de accountant om dat te doen. Ja. En hadden jullie, misschien een rare vraag, maar hadden jullie die accountant wel eens voor jullie zelf, zonder Teuben? In de auditcommissie sowieso. Want daar hebben we wel de voorbehandeling van een aantal belangrijke stukken met de accountant gedaan. Daar zat vaak ook de controller en Teuben bij. Maar ik herinner me niet dat wij, laten we zeggen, één op één contact of met de raad zonder de bestuurder en de controller met de accountant hebben gesproken. Nee. Nee, want dat is wat Teuben zegt, hè, dat de auditcommissie eigenlijk de accountant er niet bij wilde hebben. Dat lijkt me toch wel raar. Dat klopt ook niet. Dat slaat nergens op. Nee. 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 Ik kan u misschien in aanvulling daarop, wat mij nu te binnen schiet. We hebben toen besloten om een accountantswissel te doen. Een accountant zit een aantal jaren bij een corporatie. En dan is het gebruikelijk dat je na 4 jaar of zo zegt van nou, dat wordt tijd voor een verse blik, een verse kritische blik. We hebben toen besloten als raad om een accountantswissel, dus andere accountantskantoren te vragen om in te schrijven. Daar was ook Rini Teuben en de controller voor uitgenodigd om die gesprekken te voeren. Hè. Op een gegeven moment presenteerden de bureaus zich, nadat ze informatie van Rentree hebben tot zich genomen, met hun plan, met hun visie, met wat vind je er nou van. En uiteindelijk brengt men een offerte uit. Dat was ook een moeizaam proces. Voor mijn gevoel heb ik dat ook echt door moeten duwen om die accountantswissel voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk kwamen er 3 bureaus die ieder op een eigen manier, maar een hele nette bewoording, want ieder wilde natuurlijk de klus wel scoren. Hebben, Er is natuurlijk een declaratiewaarde aan vast, dus ook commercie. Maar de boodschap was van alle 3 wel duidelijk van waar zijn jullie hier in hemelsnaam mee bezig? Dit kan echt niet. We waren uitermate kritisch, zij het zeer verpakt in hele nette bewoordingen en voorzichtig taalgebruik. Maar dat had dus een signaal moeten of kunnen zijn voor en Teuben, maar ook voor de Raad van Toezicht. Ja, maar ik weet nog dat bij die selectiegesprekken de heer Teuben zich afmeldde en niet kwam. Hij was er ook niet mee eens dat we gingen wisselen. Hij heeft daar ook, laten we zeggen, meegestrubbeld. Je kunt tegenstrubbelen, maar je kunt ook meestrubbelen. Je moet wel, maar je kunt het ook op allerlei manieren traineren. En was dat dan de reden dat hij er niet bij wilde zijn? Of had dat een andere reden? Ja, daar kan ik naar gissen. Maar ik denk dat dat de reden is dat hij bang was voor de
kritische blik van verse accountants die daarin ook wel niet mis te verstaan bewoordingen correct, maar toch zeiden dit kan niet zo. Maar die boodschap kregen jullie toch wel en die zou dan toch wel later terugkomen, neem ik aan. Ja. Ja, maar goed, het was weer één signaal en één, voor mij ook weer een bevestiging dat de vermoedens en de onvrede die je had, telkens weer langs de inhoud en langs de feiten en langs deskundigen boven tafel kwamen. Maar dat gesprek heeft niet meer plaatsgevonden, want in de tussentijd werd hij geschorst. We hebben toen een accountantswissel gedaan en daarna is die schorsing heeft plaatsgevonden. Wel eerst toch de accountantswissel? Ja, ja. Okay, maar dan heb je nog geen actief contact met die nieuwe accountant, omdat de periode van de zittende accountant dan nog loopt natuurlijk. Oké. Okay. En jullie stapten over van PricewaterhouseCoopers naar Deloitte. Ja. En Deloitte had, voordat die wisseling plaatsvond, ook al een ander onderzoek gedaan. En daar zouden we nog even over, had ik u beloofd, over doorpraten. Ja. Over die parameters voor de begroting van 2009. En nou, de Raad van Toezicht heeft opdracht voor het onderzoek gegeven. Ja. De correctie, we hebben toen gezegd dat onderzoek moet er komen. Daar heeft de voltallige raad toe besloten destijds. Ja. We hebben de opdracht geformuleerd en we hebben toen gezegd, en dat was op voorspraak van een van de commissarissen, is het niet beter als de directeur-bestuurder die opdracht kan verlenen, want dat is... Ja. U heeft gelijk, zo is het gegaan. Oké. Okay. Ja. Nee, imago, gezichtsverlies, wellicht wat beter. Wat was nou de reden om die parameters te willen laten controleren door Deloitte in dat geval? Nou, voor mij voornamelijk, en dat kwam dan uit die hobby van Erik weer met de financiële portefeuille, toch voornamelijk de omvang en de risico's van de projectenportefeuille, de projectontwikkeling. En wat kregen we terug? We kregen eigenlijk een goed oordeel van de accountant. Die zei van, ja, de parameters kloppen. Ja, maar heb je ook kritisch naar die projecten gekeken? Nou, zei hij dat wij hebben een stuk gekregen waar gewoon de parameters keurig op orde waren. En dit was geen onderdeel van de opdracht. Dus toen heb ik de stukken van de auditcommissie er nogmaals bijgehaald, waar het advies aan de Raad van Toezicht in beschreven was. Want dit zou de geformuleerde opdracht moeten zijn, de second opinion van ter zake deskundig vastgoedaccountant en ter zake deskundig ook in de sector volkshuisvesting. Nou, dat stond er letterlijk, dat advies is overgenomen unaniem door de raad. En dan krijg je een rapport terug van een accountant die zegt, ja, de parameters van je begroting kloppen. En de parameters moet je denken aan, heb je het juiste indexpercentage toegepast over de kosten naar de komende jaren? Ja, dat kunnen we zo van het CBS-website afhalen, daar zat de pijn niet in. Maar juist waar naar gekeken moest worden, de projectenportefeuille en de risico's, dat was eigenlijk, ik weet nog dat Deloitte Real Estate ook gewoon geen afspraak kon maken. En ook die stukken niet kon ophalen. En toen kregen die stukken, daar waren ze weer niet volledig. Dus nou, dat ging niet goed met die opdracht. Maar ik begrijp goed, de Raad van Toezicht praat daarover met de directeur. En uiteindelijk wordt ervoor gekozen dat de directeur die opdracht geeft aan Deloitte om die parameters te onderzoeken. Ja. Was u tevreden over dat onderzoek? Ja. En ook over de manier waarop die opdracht is verleend en wel of niet later is gewijzigd? Nou, dat hele proces, wat ik u net al zei, dat had voor iedereen een eye-opener moeten zijn. Echt, de schel hadden moeten afvallen van, ja, dit kan werkelijk niet. Dat je zo draait en traineert en zo'n belangrijk... Want het ging tenslotte om het wel of niet goedkeuren van de integrale begroting. Waar de grootste brok was, de investeringen naar de toekomst toe en de risico's die daarmee samenhangen rondom de projecten. Ja. Nou, dat was de reden. Met name, kijk, het ging ons niet om of de salarisschalen goed waren toegepast, of dat de huurverhoging netjes was doorgerekend. Dat zal best, maar het ging om die risico's rondom projecten. Nou, en dat zat met name niet in die opdracht. En die accountant zei ook, ja, maar dit hebben wij ook niet als opdracht meegekregen. Zei, nou, dat was wel nadrukkelijk de bedoeling. Ja. Het is wel niet het inhoudelijke antwoord van de accountant, maar qua processignaal hadden we volgens mij nog wat rode bellen kunnen zien afgaan toen. Ja. Oké. Okay. Volgens mij was er nog een ander punt waar het wringt. En dat is dat het verhaal gaat dat de directeur in de loop van het onderzoek de parameters die gecontroleerd zouden worden, heeft gewijzigd. En toen wij Teube daarna vroegen, toen zei hij, dat is niet zo. Toen hebben wij het rapport van Deloitte erbij gehaald. En toen bleek dus duidelijk dat twee medewerkers, ik denk de controller of financiële man van Vlasblom onder andere en nog iemand anders, Nijmeijer of zo. En die hebben de opdracht gegeven namens Teube aan Deloitte om die parameters te veranderen. En toen herkende hij dat, toen we dat hebben laten lezen. Dat is wat ik u net ook zei. Ja, dus we kregen dus andere informatie dan waar wij kritisch over waren. Oké, dan hebben we het over hetzelfde. Ja. En daar kwam uit dat Teube in tweede instantie zei van, nou,
Ik had een afspraak met de Raad van Toezicht dat de CPB-cijfers, en die zijn natuurlijk constant in ontwikkeling, is natuurlijk voortschrijdend inzicht, die zouden worden aangehouden. En daarom is dat zo in dat rapport ook gewijzigd opgenomen. Nee, nadrukkelijk niet. Geen vaste afspraak. Je moet zich voorstellen dat we hebben, daar in de auditcommissie hebben we daar enorm veel strijd over geleverd. Toen kwam het idee om die second opinion te vragen, met name op die projecten en de risico's die daarmee samenhingen. En die eens goed door te rekenen. Die parameters was irrelevant ten opzichte van waar het daadwerkelijk om ging. De risico's rondom met name de Amstelaan en de herfinanciering van Rantree. Dus dat klopt werkelijk niet. Nee. Ja. En als Deloitte nou zegt, we hebben naderhand nog een aanpassing gekregen van wat we moesten onderzoeken. Vindt u dan dat de Raad van Toezicht dat had moeten weten en daarmee had moeten instemmen? Dat de vrijheid van de directeur? Nee, nadrukkelijk niet. Als je auditcommissie zo'n advies geeft, je raad neemt het unaniem over. Je spreekt over de zorgen en de meer dan zorgen vlak voordat je zo'n majeure operatie ingaat. Die misschien wel de continuïteit van zo'n organisatie kunnen schaden. En je hebt zoveel discussie en strijd al gevoerd. Dan vind ik niet dat je bij zo'n second opinion van een adviseur van de raad die je onafhankelijk deskundig oordeel vraagt. Ja, gaandeweg maar wat getallen kan wijzigen, zodat er in ieder geval een mooi eindoordeel uitkomt. En het is dat ik toevallig de accountant in kwestie sprak en vroeg van hoe gaat het met de opdracht? Nou, zei hij, we kunnen geen afspraak maken. Deloitte Real Estate komt al nauwelijks aan de informatie. De opdracht die we krijgen is, zit die projecten er nou goed in? En hoe wordt dat? Kijken jullie dan? Ja, dat zit volgens mij niet in de opdracht. We moeten naar de parameters kijken. En die waren ook nog, bleek later, wat bijgesteld. Ja, dan heb je... Wel een serieus issue. Ja. Is er nog wat met die second opinion gedaan uiteindelijk? Nee, niet. Want toen kwamen we eigenlijk in de versnelling terecht van de relatie problemen tussen directeur, bestuurder en de raad. En dat heeft op dat moment het spel de zaken gedomineerd. En uiteindelijk zijn daar de projecten dan ook door stilgelegd. En dat is na mijn tijd gebeurd wat daarmee gedaan is. Ja, toen was u alweer weg. Ja. We gaan even naar augustus 2009, maak een sprongetje. Dan krijgt Rantree een B1-oordeel. Dat is nog wel op het moment dat Teuben nog bij Rantree werkt, vlak voor zijn schorsing. En een B1-oordeel wil zeggen dat de voorgenomen activiteiten binnen de corporatie binnen 3 tot 5 jaar op financieel gebied risico's lopen, in gevaar worden gebracht. Had u dat zien aankomen? Ja. En heeft u daar al eerder met Teuben over gehad, dat u zegt van als je doorgaat, dan krijgen we B1. Ja, dat is. De externe toezicht had zich, wat mij betreft, ook wel wat iets fanatieker en iets feller mogen opstellen. Dat bedoel ik op het Centraal Fonds. Ja. Maar goed, Rantree was ook een corporatie die tot op dat moment, en misschien wel tot en met 2008, voorliep als innovator, als vooruitstrevende club in de sector. Ja, maar dat is de ambitie en dat zijn de plannen en de intenties. Maar het gaat natuurlijk ook om hoe je er financieel voor staat. Dat is, lijkt me niet onbelangrijk. Die twee zaken botsten op elkaar. Ja. En daar ontbrak wat mij betreft ook de realiteitszin. En dan zo'n B1-oordeel is daar dan het logisch gevolg van. Maar dat is altijd achteraf beoordelen van cijfers die de corporatie zelf indient. Nou, er worden nog vragen over gesteld. Ik herinner me dat daar wel discussies over waren met het Centraal Fonds. Maar die bereikten niet altijd de Raad van Toezicht. En dan werd er in ieder geval gezegd van, weet je, ik moet ze nog even overtuigen. Dat komt wel goed. En dat gold ook voor de manier waarop naar het waarborgfonds gekeken werd. Op een gegeven moment moesten er honderden woningen in een andere vennootschap worden ondergebracht om ze opnieuw te kunnen financieren. Waardoor de vermogen werd vrijgespeeld. Dan zijn ze meer waard en dan kun je misschien beter en meer financieren. En er werden ook enorme contingenten van de woningen zouden moeten worden verkocht om liquiditeit, geld vrij te spelen om die ambities waar te maken. Ja. Nou, het waarborgfonds was daar kritisch op. Alleen er werd gezegd, ik moet ze nog even overtuigen en dat komt wel goed. Ze snappen er niks van in huizen. Maar ik zal ze dat wel uitleggen. Nee, dat gaat allemaal de goede kant op. Tot dat moment dat wij zodanig vragen hadden en zorgen dat wij... Ik heb zelf het waarborgfonds gebeld toen. Ja. Toen bleken we onder het vergrootglas te liggen bij de zorgendossiers. Ja. En ik was de dag daarna was ik welkom. Wat fijn dat u belt, want wij zitten met dezelfde zorg hier. Ja, ze wilden dat graag vertellen. En toen hadden we elkaar snel gevonden in het oordeel. Ja. Nog even over dat B1-oordeel, want daar kan je natuurlijk ook allerlei vragen bij bedenken. U zag het aankomen en de rest van de Raad van Toezicht, waren die verbaasd? Of, of was het een beetje dat ze dachten, de Kemperman heeft het nou al zo vaak gezegd, dat ze het wel begrepen? Ja, of
Misschien als je het zo vaak zegt dat het dan op een gegeven moment ook nauwelijks meer gehoord wordt. Dat weet ik ook nee. niet. Daar kan ik geen oordeel van. Maar schokken ze van dat B1-oordeel? Nou, volgens mij ook nog geen eens. Want het was een kwestie van, nou, we moeten dan de bedrijfslasten terugbrengen. En we moeten dan de verkoop wat opschroeven. Hè, de verkoop van bestaand bezit. En dan speel je geld vrij en we moeten aantonen dat we in controle zijn. En dat werd toch afgedaan met work in progress, hè, werk in uitvoering. En dat hoe keek Teuben daar tegenaan? Dat was met name Teuben en de controle die zeiden van, het komt allemaal wel goed. Oké, maar mijn eerste vraag zat op de andere leden van de Raad van Toezicht. Ja, die gingen daar lang in mee, vond ik. Gingen ja. daar in mee. En misschien hadden die wel wat kritischer en wat scherper mogen zijn. Ook het is net als in een café, morgen bier een euro. Ja. Je krijgt het nooit voor een euro, want het is altijd morgen. En ja, dan dat gevoel bekroop je toch wel. Ja. Ja. Want even voor het proces, hè. Zo'n oordeel van het Centraal Fonds komt tot stand. Maar dat gaat eigenlijk heel zorgvuldig, want je krijgt eerst een voorlopig oordeel. Ja. En dan mag dan de corporatie mag erop reageren. Of ze het wel even toch uitleggen hoe ze het misschien wel tot een succes kunnen maken. Mm-hmm. Heeft Teuben nou toen dat voorlopig oordeel kwam, heeft hij toen de Raad van Toezicht daarover geïnformeerd? Want dat is eigenlijk toch al een mijlpaal wil ik niet zeggen, maar wel een piketpaal. Ja. Dat je eigenlijk moet weten van hoe het zit als Raad van Toezicht. Volgens mij niet. Maar dat weet ik niet, weet u niet zeker meer. Dat weet ik niet zeker meer. Het is meestal zo dat de directeur-bestuurder de Raad informeert. Of in ieder geval het Centraal Fonds stuurt de oordeelsbrief naar de voorzitter van de Raad van Toezicht of commissaris. En dan ontvang je eigenlijk het definitieve oordeel. En de discussie die daarom vooraf gaat, het indienen van al de volkshuisvestelijke documenten en parameters en cijfers die daarmee, zodat het Centraal Fonds haar oordeel kan vormen, de vragen die dan over en weer gaan en de antwoorden, ja. Dat speelt zich meestal buiten het zichtveld van de Raad van Toezicht af. Ja, wij ontvangen echt alleen de oordeelsbrief als een soort resultaat van dat proces. Ja. Okay. Nou, 17 september 2009 is de maat vol, hè, voor de Raad van Toezicht en dan komt er een tweede bestuurder. Die stellen jullie aan. Wat was daar nou de reden voor? Om een tweede bestuurder aan te stellen. Ja. Allereerst heeft het schip een kapitein nodig. Er moet iemand zijn die de dagelijkse bedrijfsvoering en leiding van de organisatie op zich kan nemen. Er was dermate veel wat er speelde en er kwam ook steeds meer boven tafel. Ik vertelde u net van die hele lijst met projecten waarvan we sommigen nog niet eens kenden. Dus ook inventariseren. Wees kritisch, kijk naar wat hier gebeurt, maar breng ook rust naar de mensen toe. Teuben was op dat moment echt wel ik weet niet of het woord geliefd moet noemen, maar was wel de leider van Rand 2. Het was ook wel een enorme shock, zeker voor zijn naaste medewerkers, maar ook voor de totale organisatie en de stakeholders, dat we het eigenlijk gewaagd hadden om hem te schorsen. Dus er moest ook iemand komen die op dat moment op die stoel ging zitten, in die kamer, en de problemen kon opvangen. Maar voor die schorsing was er nog de ingreep de tweede bestuurder. Dus iemand ernaast. Oh, wacht. Ja, dus dat bedoel ik eigenlijk. Zou een tweede man naast komen, naast Teuben? Ja, dan praten we naast elkaar heen. Ik heb u verkeerd begrepen. Wij hebben ooit als Raad van Toezicht gezegd van, om nou meer tegenwicht te bieden aan Rini Teuben als directeur-bestuurder, als enig persoon, moet er een stevige, financiële, kritische tweede bestuurder komen. Ja. Dat was een soort tussenoplossing waar we als Raad van Toezicht van dachten, nou dan respecteren we de huidige directeur-bestuurder in zijn rol en in zijn positie. Wellicht dat daar dan meer tegenwicht en meer op de rem wordt gestaan. Hier in balans. Dat we de boel niet uitvliegen, de bocht niet uitvliegen. En dat heeft Teuben direct geweigerd. Die zei van, ik heb een mandaat, in mijn contract staat, ik ben directeur-bestuurder. En ik ga niet akkoord met deze oplossing. Was niet de optie. Nee, onbespreekbaar. Nou, we hebben dat Teuben nog even voorgehouden. En we hebben gezegd, uiteindelijk zou Bloembergen als tweede man worden aangetroffen. En toen zei hij, nou ja, tegen mij is gezegd, ze zochten een sterke financiële man. En voor zover ik dat weet, is Bloembergen dat niet. Nou, dan is er inderdaad sprake van misverstand. Wij hebben dus na de zomer 2009 hebben we als raad gezegd, nou, dit gaat helemaal fout. Ja. Voor de zomer constateren we dat al. Na de zomer zat er geen verbetering in die relatie tussen directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht. De feiten stapelden zich op. De begroting, waar ik u over verteld heb. Ja. De jaarrekeningdiscussie. En toen hebben ze wat gaan we doen? We gaan er een tweede directeur-bestuurder naast zetten met een zware financiële achtergrond. Dat was niet Erik Bloembergen. Nee.
Nou, die oplossing, hè, daar was toen nog geen naam bekend. Of daar koos hij niet voor? Dat wees hij af. En toen kwam het moment om hem te schorsen en een interim aan te wijzen. En daarna hebben we een interim bestuurder. En dat was Bloemberg? Juist. Oké, en dat is niet per se een financiële man? Nee, dat is meer een man met een volksvestelijk goed hart, hebben we maar gezegd. Die ook empathisch is voor de mensen in een organisatie die gechoqueerd is. Nee, maar dan is dat een duidelijke verklaring. Goed, 26 oktober 2009, dat is de dag van de schorsing. Wat was nou op dat moment, die dag, of kort de dag ervoor, de directe aanleiding om hem te schorsen? Nou, we hebben... je gaat een heel zorgvuldig en precair proces in ook, waarin je in de arbeidsrelatie ook natuurlijk heel omzichtig moet handelen en heel zorgvuldig moet handelen. Dus we hebben daarvoor nog wat gesprekken gevoerd. En daar kwam geen toenadering, daar kwam ook geen... begrip of op een of andere manier verkilderde verstandhoudingen nog. Toen hebben we geschorst. Dan moet ik even weten of het laatste gesprek voor of na de schorsing was. Dat herinner ik mij niet goed. Maar we hebben nog een formeel gesprek gevoerd met Rini en Herman van Herwaarden en ik. En Rini Teuben nam ook gelijk zijn advocaat mee. En toen werd het gejuridificeerd en toen werd het een echt conflict. Ja. En toen was er ook geen repareren meer aan. Nee. En ook vrij snel is de media erop gedoken en daar heeft Rini Teuben zich ook bijna heel frequent in uitgelaten met soms wat ongenuanceerde bewoordingen. Ja, dan gooi je olie op het vuur en dan ben je ook niet aan het repareren meer. Nee. Dus dat was onherstelbaar op enig moment. Ja. Oké. Nou, dan gebeurt er ook iets wat niet zo heel vaak voorkomt. Niet dat het raar is, maar ja, het komt niet zo vaak voor. De Raad van Toezicht die vraagt aan de minister om een extern toezichthouder aan te stellen. Ja. Wat was daar nou de aanleiding voor? Nou, ik was als voorzitter voor een maand, laten we het dan zomaar noemen. Was dat ook uw insteek? Want ik bedoel, nee. hij zegt dat, maar u zou langer blijven, toch? Nou, dat was wel de intentie. Ja. Maar ik vertelde u net al dat zoiets niet in je koude kleren gaat zitten. Je hebt een gezin, je hebt een bedrijf, je hebt andere dingen. En ik kreeg er last van. Ja. Ik vond dat ik het af moest maken tot een bepaald moment. Maar ik vond ook dat de huidige raad niet capabel, competent genoeg, niet sterk genoeg was om de ellende waar Rentree voor stond. Hè, met toezeggingen, met een half project wat al in de stijgers gezet was. Met grondposities, er doken steeds meer gekke dingen op. Aan te kunnen. En dan hebben we inderdaad gekozen voor een novum om zelf te vragen aan het ministerie om ons onder extern scherp toezicht te laten stellen. Ja. En hoe ging dat proces? Wat zei de minister? Nou, de minister die spreek je niet, maar de ambtenaren op het ministerie natuurlijk wel. En die heb ik op een moment gebeld van, joh, dit gaat niet goed met de Rentree. En het is gewoon off the record, hè. Een officieus signaal van, ik maak me er ernstig zorgen. Ik ga daar stoppen. We hebben een geschil lopen met de directeur-bestuurder. Dat komt voor de rechter. Maar dan hebben we wel een corporatie waar weer de nodige ellende zou kunnen bovendrijven. En ik overzie dat niet. Ik weet niet wat daar komt. Maar ik ga daarmee stoppen. En ik wil jullie vragen, als wij een verzoek zouden doen om scherp toezicht aan te stellen, zouden jullie dat dan willen inwilligen? Want de sector had al genoeg klappen gehad. En voor je het weet is het weer voorpagina nieuws voor de zoveelste corporatie waar weer iets gebeurt. En er zat op dat moment zowel Rentree zelf, hè, de mensen waar de stakeholders van Rentree, maar ook de sector zelf weer niet op te wachten. Dus zo hebben we, denk ik, dat op een passende, maar ook nette manier opgelost. En dan uitermate scherpe extern toezichthouder gekregen toen. Ja. Ja. Nou, die is er gekomen. Ja. En dan gaat de telefoon in huis, Kemperman. En dan, die gaat wel vaker, maar... ja, precies. En dan komt de heer Dreimuller in beeld. En die zegt, nou, goed gedaan, Kemperman. Ik heb het ook geprobeerd. Ik was ook een kritische commissaris in de tijd voor jou. Ja. Maar mij is niet gelukt. Ik ben er uitgestapt. Maar jou wel. En wat is nou de reden dat het u wel lukte en Dreimuller niet? Want u heeft daarna nog wel regelmatig met hem over Rentree gesproken. Ja, dat klopt. Ja, daar hebben we het ook wel eens over gehad waarom het mij wel gelukt is en hem niet. Maar ik denk dat al het ook wel het nodige bereikt heeft door ook weer wel toch kritisch te zijn en die luis in de pels te kunnen zijn van de toenmalige Raad van Toezicht. En waarom het mij dan wel gelukt is, misschien heb ik wat meer een drammerigheid. Of, ik weet het niet, dat moeten anderen maar beoordelen. Okay. Ja, ga ik niet over. Nou, kort daarna, dan heeft u het, het is eigenlijk allemaal wel geforceerd en gelukt. Gaat u ook zelf weg? Kunt u ons even uitleggen hoe dat gegaan is?
Ja, ik heb op dat gelijktijdig speelde er voor mij een andere zaak. En ik heb daar de commissie wel over ingelicht. En ik vond dat ik die twee zaken niet kon vermengen. Zowel voor mijn persoonlijke situatie niet, als voor mijn gezin niet, als voor het imago van de sector niet. En het leek mij verstandiger om bij tijds die twee dingen van elkaar echt daadwerkelijk te scheiden door mijn functie bij een entree op te zetten. Nadat we het verzoek om extern en scherp toezicht ingewilligd hadden bij het ministerie. Die was er al, hè? Ja. Okay. Kijk even naar mijn collega Hartje. Ja, meneer Kemperman, als ik u zo beluister, dan legt u wel heel veel neer op het bordje van de heer Teube. Want er was natuurlijk ook een ervaren raad van toezicht. Ja. Ja. Graag uw reactie. Ik denk dat de raad van toezicht zich ook zichzelf mag aankijken voor het onvoldoende, te lange tijd onvoldoende kritisch en scherp zijn. En de collega Oskam haalde net al aan dat meneer Drijmuller mij belde. En toen gebeurde er bij mij ook wel iets, want toen dacht ik, verrek, ik ben dus niet de eerste die met kritische signalen kwam en met probeerde door te prikken. Er is al iemand voor mij geweest. En toen dacht ik wel van, goh, de leden van de raad die daar dus al zaten en het al eens een keer eerder hadden meegemaakt. Nou ja, daar kreeg ik toen wel een andere smaak bij in de mond. Dat ik dacht van, nou, de hobby van Erik was dus daarvoor misschien de kritiek van Aldert. Wat zegt dat over de zittende Raad van Toezicht? Waar u dan als nieuwkomer binnenkwam? Dat men onvoldoende kritisch en scherp geweest is. Maar het zegt ook iets over de heer Teube, want die was ongelooflijk, wat ik al in het begin van het gesprek zei, ongelooflijk scherp en goed in zijn dossiers. Mm-hmm. En straalde ook uit. Ja, ik ben gewoon de volksvestelijke. Ik heb wel gezegd, de volksvestelijke onderkoning van Nederland. Met een visie, werd tot handen gedragen door de politiek, door de lokale politiek, maar ook de landelijke politiek. Ja. Maar je bent het wel met me eens als ik zeg, een sterke bestuurder verdient een sterke raad van toezicht. Ja, daar ben ik 100% met u eens, ja, zeker. Dat laatste was dus niet het geval bij. We hadden in veel dossiers, niet alleen in de volksvesting, heel veel ellende kunnen voorkomen. Ja. Vervolgens heeft u al aangegeven dat u zelf aan de slag bent gegaan. U gebruikt ook een paar keer de woorden de hobby van Erik over uzelf. Ja. U opereerde redelijk geïsoleerd, zeker in het begin. Waarom was dat u als enige en de rest dat niet had, dat gevoel van er moet wat gebeuren hier? Ik denk dat er drie redenen zouden kunnen zijn. Eén is dat je nieuw binnenkomt en als je ergens in een nieuw gremium komt als zo'n raad van toezicht en je hebt kritiek op wat er gebeurt, dan heb je eigenlijk kritiek op wat de anderen tot op dat moment hebben toegestaan of goedgekeurd. Dus je komt een beetje het feestje bederven. Er waren veel ambitie en veel enthousiasme en grote projecten. En dan kom je toch zeggen, joh, moet dat wel, kan het niet een onsje minder en lopen niet te veel risico. Dat is nooit een leuke boodschap. Een andere is dat die bedrijfsvoering van corporaties, en zeker als er grote projectontwikkeling speelt, ongelooflijk complex is. Dus je moet het ook kunnen begrijpen. Je moet het ook kunnen snappen. Nou, ik heb toevallig het financiële profiel en mijn werk is ook nog grote complexe projecten. Dus ik dacht dat ik daar in ieder geval een mening over mocht hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat als jij bijvoorbeeld de portefeuille personeel en organisatie hebt, waar ik dan weer minder van snap, dat mensen zeggen, ja, dit is wel zo ongelooflijk complex met die 7-jaar-rekeningen, die waarderingsstelsels, regelgeving vanuit verschillende instituten. Ja. Dat moet je ook maar kunnen overzien. En dat heeft zeker ook meegespeeld, denk ik. Als ik het heel scherp stel, dat is heel direct zoals ik het vraag, maar ging u daarmee niet te veel op de stoel van de directeur zitten? Wat is uw reactie dan? Ik denk dat ik op een gegeven moment wel heel dicht op die stoel kwam. En ik vond het ook volledig mijn verantwoordelijkheid en mijn taak om dat te doen. Ja, kunt u dat motiveren? Nou, als je het niet doet, dan kun je zeggen, we moeten voorstellen, u rijdt met z'n twee op een afgrond af en ik zit er als kaartlezer naast en u zit aan het stuur. En ik vind dat u te hard rijdt en dat die afgrond maar dichterbij komt. En ik roep, joh, moeten we er niet wat aan doen? Maar iedereen kijkt de andere kant op. Ja, op een gegeven moment pak ik toch echt de stuur van u. En ga ik ook proberen op die rem te gaan staan, want anders dan liggen we allemaal in het ravijn. En daar ging het ravijn was dan de Amstel aan. De verdiepte ligging in dit geval. Ja. Als metafoor, een beetje flauw. Dus ik vond dat ik inderdaad dicht op die stoel van de bestuurder ben gekropen. Maar u had daar reden de taak en de verantwoordelijkheid van een commissaris die zich dergelijke zorgen maakte. Ja. Het wordt vaak gezegd ook als een soort taboe.
En dan zie je ook heel veel toezichthouders terugdeinzen van, oh, ja, dan het moeten gebeurt we... gebeurt vaker in de sector, zegt u eigenlijk. Ja, ja, dat is een soort van uitspraak tot hier en niet verder, want dan kom je op de stoel van de bestuurder. En daar is natuurlijk vanuit governance nodige boeken en theorieën over volgeschreven. Ja. Tegelijkertijd, ik vind het een raar fenomeen dat als je je daadwerkelijk zorgen maakt, dat je je dan daarmee met dat dogma of met dat gezegde laat afschrikken. Een soort van tegeltjeswijsheid waarmee een commissaris dan maar halt houdt. Nou, ik ben niet zo gebakken. Waarom gebeurt dat vaak in de corporatiesector? Ik denk niet alleen in de corporatiesector, maar ik denk dat de stoel van de bestuurder een soort van heiligdom is waarin je geleerd wordt om daar op eerbiedwaardige afstand van te blijven. En ik geef zelf af en toe trainingen of les aan aankomend commissaris en stel ik ook de vraag, wat is nou de stoel van de bestuurder? En wat is dat voor raar fenomeen waardoor we dan verkrampt achterover deinzen en nou tot hier en niet verder? U gaf ook eerder aan op vragen van collega Oskam dat de externe toezichthouder, het Centraal Fonds, toch het een en ander heeft laten liggen. Wat had het Centraal Fonds als financiële toezichthouder moeten doen, naar uw mening? Veel eerder? Ik ken niet de hele discussie die gevoerd is tussen, laten we zeggen, de controle, directeur-bestuurder en de accountmanagers van het Centraal Fonds. Wat ik u net aan de collega al zei, wij komen als Raad van Toezicht dan bij de definitieve oordeelsbrief vaak pas in beeld. Maar als je een corporatie hebt in Deventer met 6.500 woningen, met een dergelijke ambitie om het grootste infraproject van Deventer te gaan trekken en daar ook financieel verantwoordelijk voor te nemen met alle risico's van dien. Dan had wellicht wat eerder dan het B1-oordeel, maar dan had... Ik kan me zo voorstellen dat het Centraal Fonds nu korter op de bal zit en scherper is dan destijds. Want dat had wat scherper mogen zijn, wat mij betreft. Het had scherper mogen zijn. Ja. Okay. U haalde net al het project aan. Ik wil het met u inderdaad hebben over een project in de Rivierenwijk en de tunnel van de Amstellaan en ook over de grondaankoop in Schalkaar. We beginnen met de Amstellaan. Ja. Wat is uw mening over de betrokkenheid van Rentree bij dit project? Ik snap heel goed nut en noodzaak van een dergelijk project. Het is een verkeersader, een doorgaande weg die Deventer op een hele nare manier doorklieft als het ware. Een rivierenwijk waar oude arbeiderswoningen stonden die heel erg de noodzaak voor renovatie of opknappen hadden. Het leefbaar te maken. En dan, laten we zeggen, het contact met het centrum van Deventer herstellen. Door het te overkluizen, de laan te verdiepen en daar een mooi complex op te bouwen met wandelroutes. Mm-hmm. Enfin. Dus dat project, daar kun je enthousiast voor zijn. De rol van een rentree? Ja, de rentree is een volkshuisvester. En misschien in het verleden hebben veel corporaties heel veel dingen buiten hun core business en hun kernactiviteiten gedaan. Maar dit ging wel heel erg daarbuiten en heel erg, hoewel ik het belang van rentree daar wel in zag. Mm-hmm. Je kunt dan maar dat ging te ver. Een wijk optillen. Maar het lag voornamelijk op de rol op het bordje van de gemeente wat mij betreft om dat te doen. Ja. Maar die zag in rentree met een ambitieuze directeur en in ieder geval heel veel geld, natuurlijk een fantastische partner om dit voor elkaar te krijgen. Ja, ambitieuze directeur, zegt u. En het feit dat ze ook geld hadden, dat maakte het dat ze dit project naar zich toe konden. En dat is helaas niet alleen uniek voor rentree. Er zijn talloze voorbeelden in de sector aan te wijzen waar dat natuurlijk vaak ook meer gespeeld heeft. Hoe bepalend is hier de ambitie van de directeur geweest? Ja, toch wel de drijvende kracht. Ik vind het zeer bepalend. En niet alleen met betrekking tot die Amstellaan, maar ook gewoon... elk jaar werd een soort van congres georganiseerd in de stad Schouwburg, waarin de visie van de directeur-bestuurder werd geëtaleerd en zelfs een manifest geschreven. Nou, dat is, ja, ik ben daar misschien flauw in, maar dat is voorbouw aan de grote denkers om dat te doen. Maar die visie en die drive, die moest ook op een podium. En dat heeft alle kenmerken van, ga dat woord toch gebruiken, zonnekoning. Ja. Zonnekoning. Ja, ja. Uiteindelijk voor de financiering van de Rivierenwijk wordt er gekozen voor het doorzakken. Niet iedereen weet wat dat betekent, maar dat is dus goedkope huurwoningen via een aparte BV verkopen om extra financiering te krijgen. Dat rentree deed dat om het geld voor de Amstellaan, voor het project op tafel te krijgen. Wat is uw oordeel over deze constructie? Buiten dat we veel gediscussieerd hebben op dat het volgens mij geen eens was toegestaan dat je op die manier ging financieren. Want dan zou elke corporatie ongelooflijk veel vermogen kunnen vrijspelen. En er zijn regeltjes gewoon die dat verbieden.
je mag ook maar een beperkt deel van je bezit verkopen. En als je dan meer verkoopt, moet je toestemming van het ministerie hebben. Nou, op beide gebieden ging rentree ver over de grens van wat er toegestaan was. Werd dit ook besproken in de Raad van Toezicht? Ja, ja. Wat is daarmee gebeurd? Nou, dan werd er gezegd van, ja, dat komt wel goed en we zijn nog in gesprek en dat is een kwestie van tijd en we gaan een andere constructie. En op een gegeven moment was zelfs de gedachte om het via, ja, dat is een vakterm, ik heb net gelezen dat ik die moet beperken, maar IFRS. Mag dus gelijk toelichten? Dat is een internationale standaard waar beursgenoteerde bedrijven hun bezittingen en hun verslaglegging op doen. Maar dat IFRS is dus niet geen eens toegestaan in de sector. Maar om vermogen te laten zien hoe rijk je bent om daarmee financiers te verleiden. En financiering dus voor zo'n project rond te krijgen, werd er gezegd, ja, dan gaan we ook IFRS en we gaan woningen verkopen en we gaan die doorzakconstructie. Ja, heeft de Raad van Toezicht, want als ik u zo beluister, heeft de Raad van Toezicht dat een halt toegeroepen? Het is er nooit van gekomen. Ik heb wel kritische vragen gesteld en gezegd van, kunnen jullie dit wel? Dat vraagt ook bijzondere competenties van de mensen, hè, met name de controle en het financiële apparaat om dat te kunnen. Dat konden ze wel. En ik heb aan de accountant gevraagd, joh, mag dat wel? Die zei, nee, het mag niet, maar je kunt het er altijd bij doen als je wilt. Ja, dan heeft het wel geen nut als je dat als hobby erbij doet in een organisatie die al moeite genoeg had met zichzelf. Maar zegt u daarmee dat de Raad van Toezicht zich uiteindelijk erbij heeft neergelegd? Dus niet een besluit heeft genomen om dit wel of niet te doen? Het was een voornemen en het is er nooit van gekomen. Dus bij het voornemen was een groot deel van de Raad gewoon wat minder kritisch. Nou, als hij dat nou wil, moet het toch gewoon doen. We hebben er geen last van, maar ook geen gemak. En nog als aanvulling op uw vraag van, vindt u dat nou bij een corporatie horen? Ik vind het idioot dat een corporatie sociale huurwoningen verkoopt, hè, wat haar kerntaak is, in een omgeving waar nog steeds behoefte is aan die woningen, als het gaat om woningzoekenden een betaalbare en goede woning te bieden, om daarvoor in de plaats een weg aan te leggen. Dat past niet helemaal in mijn denken van die corporatie in die sector in elkaar steekt. Nee, maar dat geldt niet voor alle leden van de Raad van Toezicht? Nou, misschien zit je er op een gegeven moment te diep in. De nut en noodzaak van zo'n project, daar kun je best voor verzinnen dat het dus voor de andere delen van het bezit zinvol en verstandig was. Maar als je er een paar stappen afstand van doet, dan ga je woningen verkopen waar je voor bent, om een weg te bouwen waar je niet voor bent. Maar werd er gediscussieerd in de Raad van Toezicht principieel over het feit of een corporatie dit überhaupt zou moeten willen, zo'n infrastructuurproject? Ik vond onvoldoende. Onvoldoende? Onvoldoende. En er waren geregeld presentaties van de voortgang. We hebben het ook project, de omgeving een keer bezocht. Maar dat is al zoveel dingen, dat klopt altijd. De sommetjes, er wordt nooit een sommetje aan je voorgelegd wat niet sluit. En de presentatie die gegeven wordt is altijd een mooi en gloedvol verhaal en een prachtig betoog met prachtige plaatjes. Ja, het is aan de Raad van Toezicht om daar dan kritisch op door te prikken. Ja, maar dat is dus niet gebeurd in het geval. Ik denk onvoldoende. Ja. Onvoldoende. Ja. En de rol van de gemeente, heeft u daar nog een mening over? Nou, we hebben toen de schorsing er was, daarna nog contact gehad met de verantwoordelijk wethouder. Die zei, ja, ik vind het natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt, want er worden ons ook allerlei prachtige plannen en ruimtelijke ordeningsprojecten, waar een ander de rekening voor zou oppikken en het risico voor zou lopen, worden ons nu ontnomen. Dus ik begreep die teleurstelling heel goed bij de gemeente. Ik voelde ook wel een beetje naïef dat ze er zo op reageren. En dus op een gegeven moment zelfs nog een deel van de lokale politiek heeft nog brief aan de minister gestuurd van waar die idioot van een voorzitter nu toch mee bezig was om al die Deventer-sprookjes te dwarsbomen. Dat vond ik ook wel een beetje kort door de bocht en een beetje uit de heup geschoten. Want achteraf, niet alleen ik, maar denk dat we moeten constateren dat het wel goed was dat we die trein op tijd nog hebben kunnen stoppen. Dus daarmee zegt u eigenlijk dat de gemeente graag had gezien dat dit project gewoon gerealiseerd is. Ja, zeker. Ondanks dat ze eigenlijk hun rol daarmee weggegeven. Tuurlijk, Deventer werd er een stuk beter van. En het werd door een ander betaald en de risico's kwamen ook bij de entree te liggen. Ja, dan heb je makkelijk. Dan heb je natuurlijk een fantastische partner. Ja. Ja. Wat waren de eerste signalen voor u dat u dacht van nou met het project de Amstelaan gaat het fout? Ik noem dat piep- en kraaksignalen. Toch op het laatste moment nog herziene berekeningen, vlak voor de vergadering uitgereikt door de controle. Het is zo groot en complex en onoverzichtelijk dat je echt wel verstand van zaken moet hebben. Of je goed moet laten adviseren, wil je dit soort dingen kunnen doorgronden. Zo'n kostenraming, maar ook zo'n exploitatiebegroting van, je maakt kosten, je investeert, er zitten risico's aan vast, hoe weeg je die, hoe wik je die? Welke maatregelen tref je dan, hoe richt je je apparaat daarop in, welke competenties ga je daarvoor inhuren? Tegelijkertijd ook welke woningen ga je terugbrengen en wat voor verdieneffecten, hoeveel ga je daar de komende jaren mee verdienen. Dat is een heel complex iets.
Maar u had daar in ieder geval, daar voelde u wel nattigheid van dit. Rentree is niet in controle met dit project. Rentree was niet in controle. Niet met dat project, maar ook niet met zichzelf. De bedrijfsvoering liet gewoon nog heel veel ruimte voor verbeteringen. Dat is dan een understatement. Maar dat was dan work in progress, werk in uitvoering. En tegelijkertijd zo'n ongelooflijk ambitieuze portefeuille met zoveel risico's. Ja. Die ook nog ineens echt tot de core business, de kerncompetenties of taken behoorden. En wist de Raad van Toezicht dat de Waarborgfonds dit project niet ging financieren of niet borgen, laat ik het zo zeggen? Ik wist het wel, want het zou tegen de regelgeving ingegaan zijn als het Waarborgfonds dat wel had gefinancierd. Mm-hmm. Dus ik heb dat meerdere keren ingebracht en daar zit dan ook de rest van de Raad van Toezicht zit daarbij. Wat vond de rest van de Raad daarvan? Nou, dat zou ook een signaal moeten zijn. Ja, maar er was toch het vertrouwen in de directeur-bestuurder groter. Die zei van, nou, we zijn nog in discussie en het komt wel goed en we kunnen nog deze constructie en ik ben nog in gesprek en het... en dat was dan genoeg. En dan zei ik, nou, volgens mij is het niet zo. Je loopt niet even naar huizen waar het Waarborgfonds destijds zit. Mm-hmm. We halen even een briefje op met een stempel van, we gaan voor tientallen miljoenen gaan we de financiering ophalen. Maar goed, dat werd ze wel zo gebracht met vol vertrouwen. En dat slikte ze. En dat slikte men wel, ja. In ieder geval lang. Te lang. Ja. Ja. Ik wil met u door naar de grondpositie in Schalkhaar. Mm-hmm. Wat heel erg kenmerkend is, het is vanochtend ook naar voren gekomen, is dat er geen woonbestemming lag. En dat er hoogspanningsmasten doorheen kruisten. Dat is signalen waarvan je bij de aankoop, denk ik, wat mee zou moeten doen. Ja. In een televisieuitzending, dat heb ik teruggekeken, van KRO Brandpunt in maart 2012 bent u ook te zien. En u uit daar uw verontwaardiging over die aankoop. Want uiteindelijk heeft het 11 miljoen euro gekost. Ja. Ja. Waarom was u zo verontwaardigd? Nou, u noemde eigenlijk de twee argumenten al. Het is ver in het buitengebied. Daar kun je strategische visie op hebben. Je kunt zeggen, nou, dat wordt een zogenaamde uitleglocatie. En Deventer ontwikkelt zich die kant op en dan hebben wij alvast grond. Dat is ook wel in een tijd dat iedereen om grond heen draaide en allemaal positie wilde nemen, ook om de commerciële ontwikkelaars wat voor te zijn. Maar goed, het was toch, vind ik, in het buitengebied. Maar als je daar was gaan kijken, en als je daar, en dat zag u op die uitzending ook, ja, daar staan complete hoogspanningslijnen van TenneT staan daar door het weiland. En geen bestemming, dat is wat je noemt koude grond. Ja. Koude grond, dat is grond waar je geen uitzicht hebt dat het op een redelijke termijn ontwikkeld kan worden. Dus ook geen lauwwarme grond, want dat waren de woorden van de heer Teube. Nou ja, ik vond het ijskoude grond. Permafrost zou je het... En ik denk dat er ook nooit wat ontwikkeld gaat worden. Okay. En hoe is dat destijds in de Raad van Toezicht besproken, deze aankoop? Het was heel flauw om te zeggen, maar dat was voor mijn tijd. Want ik heb een van de eerste mailtjes die ik aan de heer Teube en zijn controller Henry Vlasbom stuurde destijds, was van, joh, ik mis in de stukken van zo eind 2007, begin 2008, mis ik die grondpositie Schalkhaar. Want is die al gepasseerd? Zijn we al eigenaar? Hoe zit dat nou precies? En hoe staat die in de boeken? Wat gaan we ermee doen? Met welke risico's? Wat voor waarde ken je eraan toe? Ik heb dat mailtje heb ik nog. En dat is dat mailtje waarvan ik in het begin van het gesprek tegen uw collega zei van, het antwoord was, goh, fijn dat je erover meedenkt, maar bemoei je er niet mee. Vrij vertaald, het is niet jouw taak. En dan kom je op de stoel van de bestuurder te zitten en dan moet je... En het was al besloten, voordat ik kwam. Maar alleen het stond nog niet helemaal goed. Het had eigenlijk als een soort van niet uit de balans blijkende verplichting in de boeken moeten staan. En zo is het later ook wel opgevoerd. Mm-hmm. Maar ik wilde weten wat er op die hectares allemaal gebouwd kon worden. Met welke risico's en wanneer. En u heeft dus geen beeld bij hoe de Raad van Toezicht daarbij betrokken is? Nee, de aankoopbeslissing aan zich heb ik niet... Het was wel passend binnen het bestuursmandaat. Klopt dat? Ik heb er ook later wel eens naar gevraagd en ik weet dat de heer Teube toen tegen mij zei van, ja, maar ze hebben in het verleden een meerjarenbegroting goedgekeurd en in die meerjarenbegroting staat onder andere, en of het er nou letterlijk stond of niet, maar staat onder andere de aankoop van gronden of posities. Mm-hmm. En daarmee hebben ze mandaat gegeven aan mij om dit te doen. Dus dat betekent dat de Raad van Toezicht achteraf hierover informeert? Ja, het heeft mij geleerd dat je met dat soort dingen, in combinatie met iemand die daar gebruik van maakt, ik zeg geen misbruik, maar gebruik van maakt als erin lezende, ik heb dus mandaat om dat te doen, wel erg alert moet zijn met, laten we zeggen, vrijbrieven naar de toekomst. In een meerjarenbegroting kun je prachtige dingen zetten, maar het is op dat moment een visie van, die kant gaan we op en deze getallen hangen daaraan. Maar elke individuele aankoopbeslissing voor hectare grond met dermate risico en kosten,
ja, vind ik dat dat separaat aan de Raad van Toezicht moet worden voorgelegd. Ja, ondanks het bestuursmandaat. Ligt de oplossing niet om het bestuursmandaat aan te passen? Of zegt u vanuit een directeur-bestuurder zou die afweging moeten maken om zijn Raad van Toezicht gewoon goed op de hoogte te houden? Het is denk ik en-en. Beide. Ja, ja, ik vind dat elke directeur-bestuurder die besluit om dermate zo'n aankoop te doen, zoveel hectare grond, ook nog eens een keer voor een prijs die toch wel wat hoger lag dan wat de anderen bereid waren te betalen. Dan moet je delen met je Raad van Toezicht. En als je daar niks te vrezen hebt, als je dan wil dat het een adviseur is en een tegenwicht biedt en een soort van tegenkracht, gesprekspartner, ja, dan deel je dus juist dit soort beslissingen van we kopen weiland voor waar 10 jaar nog niks gebeuren mag, maar in de toekomst wellicht. En wat is jullie visie erop? Dat lijkt mij logischer dan te zeggen van ik doe het, want jullie hebben het ooit eens een keer zonder dat je het misschien half besefte goedgekeurd. Achteraf als er gevraagd wordt van bemoei je er niet mee. Ja. Het bestuursmandaat lag op 15 miljoen. Klopt dat? Dat durf ik u niet zeggen. Niet aan mijn hoofd. Nee. Collega Oskar. Ja, we gaan even terugkijken en analyseren. Want u bent naast lid van de Raad van Commissaris Raad van Toezicht en voorzitter bij Rentree ook nog lid en soms ook voorzitter geweest van een aantal andere woningcorporaties. Ook nog, ja. Nog steeds. En u bent ook, is ook wel interessant, bestuurslid geweest van de Vereniging van Toezichthouders in de woningcorporaties. VTW noemen we dat altijd. Ja. Een soort belangenvereniging van toezichthouders waar gekeken wordt naar de kwaliteit van de toezichthouders. En daar zijn ook allemaal weer nieuwe ontwikkelingen de laatste jaren. Dus daar willen we nog even met u op terugkijken. Ja. Rentree is een van de casussen die we onderzoeken. Interessante casus. Wat is nou voor u zelf als onderdeel van het proces de belangrijkste les geweest van Rentree? En dan geef ik in eerste instantie even antwoord op wat je er als toezichthouder van zou kunnen leren. En het intern toezicht mee zou kunnen helpen naar de toekomst. Het is een brede vraag. Het is een persoonlijke vraag. Van wat nou, deels persoonlijk, maar wij willen natuurlijk als commissie ook antwoord leren. Antwoord is heel verschillend namelijk. Ja, van wat kan je er nou van leren van zo'n zaak? Ik heb ervan geleerd dat dat je als toezichthouder moet, er wordt gezegd toezicht met een bite. We hebben prachtige rapporten gezien. Iedereen zegt je moet doorpakken, je moet er scherp op kunnen en willen zitten en je moet tegenstromen in. Allemaal dat soort prachtige woorden. Maar je moet het wel vooral doen en durven. En als je ook geen eenheid bent als raad of verschillend, hè, je komt als eenling in een raad die er al zit en die al besluiten genomen heeft, dat feestje bederven, dat vraagt nogal wat. Van je persoonlijk en dat doe je ook niet zomaar. Maar ik denk dat vooral toezichthouders moeten leren en natuurlijk doen, een groot aantal collega's doen dat, maar toch misschien moeten durven om dan maar dicht bij die stoel van die bestuurder te komen. Het gaat nogal ergens over en die verantwoordelijkheid heb je ook. Je kunt moeilijk zeggen van ja, het is volledig fout gegaan, maar ik mocht niet te dicht bij de stoel van de bestuurder komen. Dus ik vind dat veel toezichthouders niet alleen in verantwoordelijkheid op papier moeten, maar ook in de uitvoering dat stapje naar voren moeten durven maken. Ook al is dat nooit leuk. Dat is natuurlijk vervelend als je ergens tegen bent of kritisch bent. Je kunt beter als applausmachine aan de zijkant meedoen. Ja. Maar goed, dat was 2008, 2009. Het is inmiddels 2014. Merkt u ook een cultuuromslag bij bestuurders dat ze zeggen van nou ja, als je juist een krachtige bestuurder bent, wat collega Hars hier al zei, van als je hebt een sterke baas nodig, moet je dan ook niet zorgen dat je goede tegenspraak organiseert? Ja, dat denk ik zeker. En ik denk ook dat, ik ben ook veel bestuurders tegengekomen die niets liever wilden dan een hele stevige deskundige raad, die ook actief zich manifesteren. En daar heb ik ook gelukkig meer voorbeelden van gezien dan andersom. Ja. Ja. Is er spijt van dat u er bent ingestapt bij Rentree? Nee. Maar ik zou me nog wel 2 keer bedenken voor als ik in een volgende situatie terecht zou komen of dat het zou dreigen om nog een keer zo'n traject in te gaan. Want daar word je niet gelukkig van. Nee. Nee. Nou, u zei het, hè? Ik voelde me soms een donker shot. Ik staarde naar het publiek, naar het plafond. En, er was gelukkig geen publiek, hè? nee, precies. Ook nog een gezin die misschien daar ook wel negatieve consequenties van heeft. Na de hand bent u toch weer bij andere corporaties als toezichthouder gaan werken of gaan fungeren. Kijkt u nou terug op uw tijd als toezichthouder, alles overziende?
Ik heb een aantal corporaties in de Raad van de Commissarisraad van Toezicht mogen zitten. Ik heb bij de meeste, en ik ga ze ook noemen, want dat doet ze recht, Waterweg Wonen in Vlaardingen. Fantastische corporatie gezien met een even zo bevlogen directeur-bestuurder. Maar een sterke raad, een kundige directeur-bestuurder en een fantastisch samenspel. En daar zijn mooie dingen ontstaan. En dat was een fantastische leuke tijd ook. Ook zelfs om toezichthouder te kunnen zijn. Met niet mindere plannen of ambities. Ik mag nu nog bij AREA in Udewegel, een fusiecorporatie, voorzitter van de raad zijn. Is ook een prima corporatie. Een moeilijke corporatie omdat het een fusieclub is. Maar dat is hartstikke leuk werk. Met fijne collega's. En ik heb nog bij de corporatie bij mij in de regio in de Raad van Toezicht gezeten. Ook gewoon fijn gewerkt. Maar ik door de incidenten in de sector en door het besmet raken van de functie van toezichthouder. En dat zijn per definitie mensen die slapen of graaien. Dat is toch een beetje op het verjaardagsfeestje het imago wat je proeft. Heb ik besloten om me terug te trekken uit de sector. En alleen maar nog bij AREA die functie te vervullen. Omdat ik me daaraan gecommitteerd heb. En met ziel en zaligheid. Ja, daar bent u voorzitter. Daar ben ik nu voorzitter, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, u begon zelf over die incidenten. Hoe moeten wij nou rentree positioneren? Is dat nou een incident geweest? Of is dat toch wel te wijten aan de manier waarop de sector is georganiseerd? Mijn collega Mulder noemt het altijd W-fouten. Is het een W-fout in de sector? Ja, ik heb daar de laatste jaren lang over kunnen nadenken, en ik ontkende dat vaak. Maar goed, het ene na het andere incident, dan ontstaat er iets structureels en dan denk je, ja, dat is toch wel een weefout in de sector. De misschien te vergaande autonomie van het bestuursmodel, een directeur-bestuurder met een raad van toezicht. Het kan functioneren, maar dan moet je zowel het externe toezicht misschien scherper en actiever inrichten. En ik weet, dat weet u vast en zeker beter niet, maar daar zaten toch een handjevol mensen die 400 corporaties in de gaten moesten houden. Daarnaast ook het economisch tij, het kon niet op, er zat geld en vermogen bij corporaties. En als je dan de gevaarlijke combinatie hebt met te veel ambitie, een politiek die dat, lokale politiek die dat veelal aanwakkerde en toejuich, en zei, nou, nog maar een schepje meer en kunnen we dat, weet je. En een directeur-bestuurder die dan te weinig tegenwicht van zijn raad krijgt, dan heb je een heel explosieve combinatie, een gevaarlijke combinatie. En dat zou je de W-fout kunnen noemen. Ja. Wat het antwoord dan is, daar permitteer ik maar niet aan. Nee. Nou, want toch nog even op dat intern toezicht in te zoomen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, nou, dat intern toezicht is heel belangrijk. Sparren met die directeur, op de rem trappen, spiegel voorhouden, hartstikke belangrijk. Maar er zijn ook deskundigen die zeggen, ja, je moet er niet te veel van verwachten. Want die mannen die komen één keer in de twee, of de mannen of vrouwen, die komen één keer in de twee maanden bij elkaar. Het is toch vaak achteraf, hè? Het is mooi als het proactief kan. Maar eigenlijk is het vaak even toch het goedkeuren van de begroting en de plannen tegen het licht houden. En de vraag is, hoe belangrijk is dan toch dat intern toezicht? Is dat? Ja, het is houding en gedrag, dat is één. Dus je moet daar gaan zitten in zo'n raad. En dan moet je er ook niet alleen roepen dat je verantwoordelijk bent en een mooie. Het streelt vaak het ego, want je zit toch in een prachtig gremium met allemaal kundige collega's. Dus ik zal eerlijk zijn, dat heeft mij, ik vond het ook wel mooi hè, als je uit 100 brieven gehaald wordt en je mag die functie dan gaan doen. Maar dat brengt wel een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. En die moet je dan ook wel in durven vullen. Dat is één. Dat moet ieder voor zichzelf invullen hoe die dat doet. Maar ik denk dat dat intern toezicht wel misschien wel noodzakelijk is. Want extern, op afstand, heb je sowieso te maken met minder informatie, minder frequentie. En sowieso minder responstijd om in te grijpen daar waar het fout kan gaan. Of je moet alles willen controleren. En dan moet je een hele sector onder curatele stellen. Ja. Nou, die signaal of die of wat je soms zijn in het bedrijfsleven ziet, dat zo'n interne toezicht, dat het gewoon een vaste baan is. Hè? Ja, nou ja dat, je zou kunnen zeggen, dan is in ieder geval een voorzitter van een raad van commissarissen is één dag in de week gewoon in het bedrijf. En dan krijg je weer dat stoel van de bestuurder, weet je. Daar zijn we ook niet gewend mee te handelen in Nederland. Zeker niet met een sector die natuurlijk heel veel autonomie heeft gekend, zeker aan de top. Goed, dus ik heb het antwoord niet om de weeffouten, zo die er zijn, te herstellen, maar dat zijn zo wat ideeën.
Oké, even nog vanuit de hoek van de Vereniging van Toezichthouders. Mm-hmm. Wat zou u... U heeft een jaar in dat bestuur gezeten, of ruim een jaar. Ja. Moet je nou echt veranderen aan die toezichthouders? Wat, qua opleiding of qua competentie of qua teamverband? Of wat moet er gebeuren? We hebben in dat jaar heel veel gesproken, ook binnen het bestuur van de VTW, over... moeten we ook niet gewoon leden noemen en naming en shaming, zoals dan zo mooi gezegd wordt, die dus niet goed functioneren. Nee. Dat is een heel principieel besluit, omdat je daar dan echt mensen ook kunt beschadigen of niet. Maar het belang van de kwaliteit van intern toezicht vonden we eigenlijk wel belangrijker. Daarnaast hebben we gezegd, hoe kunnen we ze beter maken? Nou, opleidingsprogramma's waren er al, maar die zijn vrijwillig. En dan is het... Ik geef zelf als docent les een workshop projectontwikkeling en vastgoedtransacties. Nou, als je gaat uitrekenen hoeveel nieuwe commissarissen er roleren en telkens binnenkomen, en je zit daar dan één keer per jaar met 10 mensen, dan komt het leeuwendeel komt niet. Het zou kunnen betekenen dat ze er allemaal verstand van hebben. Maar dat is een gevaarlijke aanname, want dan wordt het tegendeel pas bewezen in de praktijk met de volgende incidenten. Met andere woorden, ik vind dat je moet opleiden. En ik vind ook dat je het verplicht moet stellen, net zo goed als dat je bij meerdere beroepsgroepen permanente educatie hebt. Nou, die keuzes zijn gemaakt door de leden van de VTW en ook door het bestuur. En dat is nu in gang gezet en dat betekent dat commissarissen de schoolbanken in moeten om tenminste te snappen wat een projectontwikkeling als een grote ontwikkeling met zich meebrengt allemaal. Of het begrip bedrijfswaarde of de waardering van een complexe balans op bedrijfsvoering. Het zijn zaken waar niet iedere commissaris per definitie voor heeft doorgeleerd. Ook al hebben ze prachtige cv's in andere sectoren. Daar moet je wel voor weten waar je het over hebt. Anders kun je geen goed toezicht houden. Zeker niet in die 6 keer per jaar dat je, of 7 keer per jaar dat je bij elkaar komt. En heeft het nog consequenties voor de beloning? Ja, daar heb ik een uitgesproken mening over. Ik vind als je een dermate verantwoordelijke positie, hè, we zien nu hoe die verantwoordelijkheid uitpakt en hoe men daarover verontwaardigd kan zijn en wat voor incidenten een sector misschien à la Vestia zodanig kunnen raken, hoe belangrijk het is. En het leidt tot aansprakelijkstelling. En het leidt tot aansprakelijkstelling. Dus ook de risico's. Als je dat goed doet, met kennis van zaken en alle risico's die erbij horen, vind ik dat op dit moment de beloning toch nog wordt gezien als het erebaantje. Ze doen het niet voor de centen. Maar ik vind dat als je een dag in de week bij spreken mee kwijt zou zijn, om het goed te doen en te snappen wat er gebeurt, je vak technisch op de hoogte te brengen en te stellen en te houden, met de risico's die erbij horen, en die zijn er wel degelijk, zelfs die persoonlijke aansprakelijkheidsstelling, nou, dan vind ik dat we een verkeerde discussie voeren over het beloningsbeleid. En dan krijg je, denk ik, nooit mensen die het... daar wil ik het bij laten. Wij moeten nog hard nadenken over de conclusies en aanbevelingen die we in het eindrapport gaan zetten. Maar ik kan me zo voorstellen dat we wel iets opschrijven over de aanbevelingen in het toezicht. Wat mogen we niet missen? Dat is heel flauw dat ik het zeg. Maar dat die volkshuisvesting toch over het algemeen een fantastische sector is waar we met z'n allen verschrikkelijk trots op moeten zijn. En dat dat misschien wel de reden is dat je als commissaris of toezichthouder dit soort functies moet willen. En ook daarom moet durven doorpakken en voor je taak moet gaan staan. Want de incidenten, als je dat op het totaal legt, dan spreekt er natuurlijk wel een bepaald beeld uit en dat onderzoekt u. Maar die 28.000 mensen die er werkzaam zijn, die doen gewoon elke dag hartstikke goed hun werk. En al die, 400 directeur-bestuurders minus de collega's die het niet zo netjes gedaan hebben, nee, doen hartstikke goed werk. En ik vind dat mag in ieder geval een plekje krijgen ergens in uw rapport. Oké, maar dat is een conclusie en dat is ook een beetje reclame wat u maakt voor de sector. Ja, en toch wil ik het zeggen. Heel goed. Ja. Maar toch nog even de aanbeveling. Wat moeten wij het land meegeven of de minister van Volkshuisvesting over deze sector voor wat betreft het toezicht? Ik heb dat al eens eerder gezegd. Wat het beleid ook wordt ten opzichte van de sector vanuit de politiek, zorg dat het in ieder geval consistent is voor een aantal jaren. Ik heb geloof ik 6 of 7 ministers in de korte tijd dat ik nu in de sector loop mogen meemaken. En er was geen pijl op te trekken. Het kon om het jaar anders zijn qua beleid en qua regelgeving en qua aantrekken van de controle op de sector en dan weer loslaten. Dus een consistent beleid vanuit Den Haag zou heel veel corporaties en daarmee toezichthouders ook helpen. En dan, het wordt al gezegd, terug naar de kerntaken van de corporatie. Ja, en dan voor de toezichthouders gewoon doen waar je voor besteld bent.
En ook al is dat niet leuk. En als je dat bij jezelf voelt dat je dat niet plezierig vindt, hè, dat je er moeite mee hebt, dat je dat conflict schuwt, wees dan ook gewoon zo dapper om te zeggen, dan zit ik daar niet op mijn plek. Maar dat is houding en gedrag en dat kun je niet trainen of... Je kunt het hooguit bestraffen als het fout gaat. Nou, daar zijn wat ideeën over, hè, met die aansprakelijkheidsstelling. Maar nou, ik vind het, het begint bij hoe vul je het in, die commissarisrol. Graag gedaan. Dank mevrouw Hasje, meneer Oskam. Het woord is nog even aan de heer Mulder. Goed. Ja, dank. Ik verwonder me wat vandaag. U zei van, eigenlijk moet je als toezichthouder opgeleid worden. Hè? Maar volgens mij moet je nu als toezichthouder vooral goed zijn in Monopoly. Ja, ligt u eens. Ik ken het spel, maar het is als een dobbelsteen en dat koop ik roepen. Waar je dan opkomt om de anderen voor te zijn. Maar ik zal het u zeggen. U zei net toen het ging over het B1-oordeel van de toezichthouder. Ja, ja. Dat de bestuurder zegt en een groot deel van de raad van toezicht, dan moeten we gewoon een paar woningen verkopen. Ja. Nou, dat noem ik monopolie. Als je op het verkeerde straatje komt, moet je woningen verkopen. Nou, dat is een perfecte metafoor. Die gaat zeker op, ja. Alleen in de praktijk is het wel wat weerbarstiger. Zeker in een terugtrekkende markt, dalende huizenprijzen en ga zo maar door. Ja. Ja. Maar het gebeurt. En niet alleen bij Rentree speelde dat, maar ook bij andere corporaties. Servatius, die hadden ook een B1-oordeel ooit. Mm-hmm. En vervolgens binnen een paar weken kwam het bestuur met een A-oordeel. Mm-hmm. En wat is daartussen gebeurd? Er is een plan geschreven met twee parameters of twee dingen erin. We gaan meer woningen verkopen en we gaan de bedrijfslasten terugbrengen. Nou, als corporaties ergens mee worstelen, zijn het die bedrijfslasten om ze terug te brengen. En die woningen verkopen in de afgelopen jaren is ook nog niet echt een briljante zet gebleken. Wel een aantal nog best voor elkaar hebben gekregen. Maar dat is waar, dat zijn de grote draaiknoppen, dat is Monopoly. Ja. Ja. Nou, ik vond het vroeger een leuk spel toen ik klein was, dus er is nog hoop voor mij ooit om toezichthouder te worden. Ja. Mijn tweede verwondering was eigenlijk deze. De heer Teube verliet vanochtend deze zaal. En ik had de indruk dat hij het beeld had dat hij het wel goed had gedaan, ondanks dat er meer dan 60 miljoen was verdampt. Hoe kijkt u daar tegenaan? Als de heer Teube het gevoel heeft dat hij dat goed heeft gedaan, dat is in ieder geval plezierig voor meneer Teube. Maar goed, als een rechter in ontslagprocedure een dergelijk vonnis uitspreekt, als je jaarrekening waarover ik met name met de accountant in de Teube zoveel discussie heb gehad, door een nieuwe accountant met 67 miljoen gecorrigeerd moet worden. Mm-hmm. En als het Centraal Fonds ingrijpt en het Waarborgfonds en de minister... Ja, je kunt nog steeds blijven volhouden dat je het erg goed gedaan hebt en de rest van de wereld jou niet begrepen heeft. Maar goed, dat zijn volgens mij de feiten. Dank. Graag gedaan. Meneer Kemperman, we zijn bijna aan het einde van dit openbare verhoor. Wij zijn overigens als enquêtecommissie zelf wezen kijken bij corporaties, mm-hmm. ook in Vlaardingen. En waarom hebben we dat nou gedaan? Om juist te kunnen zien hoe het ook goed kan gaan, hè? Ja. Hoe corporaties normaal functioneren. In ieder geval niet met lelijke dingen naar buiten komen. En dat doen we natuurlijk als commissie, om die incidenten in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. En dat is ook onze taak als commissie. Ik sluit de vergadering en ik dank u. Dank u wel. Thank you.